ben Monica en goed dat je kijkt naar deze nieuwe video, want vandaag ga ik je uitleggen hoe je dit soort dingen kan schilderen. Laten we dan maar beginnen met wat voor spullen ik gebruik. Hier krijg ik op Instagram ook heel veel vragen over, dus als ik je een link heb gestuurd naar deze video, welkom, hier kom je erachter. Ik heb kwasten in heel veel verschillende vormen. Ik heb grote kwasten om het doek in één keer mee te schilderen en ik heb kleine dunne kwasten om details te schilderen. Meestal gebruik ik de zachte kwasten voor waterverf en de iets hardere kwasten gebruik ik voor acrylverf. De verf die ik altijd gebruik is Amsterdam acrylverf. Ik heb dit set met de primaire kleuren, cyaan, geel, magenta en wit en zwart. Met deze kleuren kan je alle kleuren mengen die je nodig hebt. En neem alsjeblieft geen action verf. Ik heb het ook geprobeerd en dus ik raad je aan om die niet te gebruiken. Dit is de waterverf die ik altijd gebruik. Ik heb veel soorten papier, maar het papier waar ik op schilder is minstens 300 grams. En soms schilder ik ook op doeken. Voor de rest heb je nodig een mok met water die niet omvalt. En misschien ook een speciale mok waardoor je kan zien dat je er niet uit moet drinken. Een glad schoteltje, papier om je kwast aan af te vegen. Een potlood en een gum om te schetsen. Misschien een schetsboek of iets van papier. En als laatst een afbeelding. Dan ga ik nu met jullie doorlopen hoe ik dit schilder. Als eerst ga je op zoek naar een afbeelding die je wil naschilderen. Let hierbij vooral op de scherpte van de foto, zodat je details erna kan schilderen. En ook is het belangrijk dat de foto licht genoeg is. Wat ik soms ook doe, is een foto in PicsArt bewerken. Zodat ik dan meerdere afbeeldingen in elkaar kan zetten en dan kan ik echt mijn ideale plaatje maken. Je kan het ook doen aan de hand van een schetsboek. Dan teken je dus gewoon wat je idee is. Als ik iets voor andere mensen schilder, trek ik de afbeelding gewoon over. Want ik wil voor anderen niet het risico lopen dat er bijvoorbeeld een oogscheef zit of zo. Dat zou een beetje vervelend zijn. Maar als ik voor mezelf iets maak, vind ik het gewoon leuk om te experimenteren. En dan kan ik afbeeldingen in elkaar doen. En het daarna gewoon zo goed mogelijk proberen na te tekenen. Zodat ik daar ook beter in word. En daarna ga ik er overheen schilderen. Eigenlijk maakt het bij acrylverf niet uit hoe hard je schets is. Maar het is gewoon het handigst als je licht schetst. Want als je er toch niet helemaal tevreden mee bent, kan je het nog makkelijker uitgummen. En daarna kan je weer de lijn anders zetten. Eindelijk kan je dan nu gaan schilderen. Als je op een doek gaat schilderen, raad ik je aan om eerst het hele doek één kleur te maken, want dan pakt de verf beter. Maak altijd eerst de kwast nat. Nu is het de tijd om de eerste kleur te gaan mengen. Als ik kleur aan het mengen ben, gebruik ik ook wat water, want dan is het soort van minder dik en dat smeert beter uit. Ook is het makkelijker om kleuren te blenden in elkaar als het wat wateriger is. Maar als je te veel water gebruikt, zul je merken dat je verf, dan gaat het soort van gek doen. Wat ik meestal doe in het begin is de blokken in schilderen. Dan kun je zien waar je welke kleur wil hebben. Nu heb je ook niet meer het probleem dat je nog doorschijnend papier kan hebben, dat je random tussendoor nog witte plekken ziet. Als je soort van de midtones al hebt geschilderd, kan je daarna meer highlights doen en de donkere plekken. Ik gebruik bijna nooit zwart en dit doe ik niet omdat de zwarte kleur je kleuren een soort van muddy kan maken. Als je meerdere kleuren gebruikt in de schaduw zelf, zul je zien dat het schilderij heel erg levendig wordt. Het is leuker om daarnaar te kijken. Wel gebruik ik zwart om echt diepte te creëren, maar dat doe ik pas veel later. Ook ga ik vaker... Oh, het licht is weg. De zonnedans. Het is ook heel belangrijk om verschillende soorten vormen kwasten te gebruiken. Als je wat scherpere hoeken wil maken, kan je bijvoorbeeld een rechte platte kwast gebruiken. Maar als je een wolk wil maken of zo, doe je dat met een ronde zachte kwast. Gebruik bij de details een kleine kwast. Op een gegeven moment heb je dus een middenfase bereikt en het ziet er niet het allerbest uit. Maar ga vooral door, want het wordt beter, geloof me. Wat je natuurlijk ook altijd even kan doen, is even een pauze nemen van het schilderen. Als je weer terugkomt, zul je zien dat je ineens ziet wat er niet klopt. En dan denk je alleen maar van, wow, nou dat ik dat niet eerder gezien heb, hoe donker. Maar dan kan je het gaan verbeteren. En dan heb ik nog een heel goede tip voor je. Want acrylverf droogt heel snel op. Nou, en wat kan je doen om dat tegen te gaan als je even een pauze houdt? Je kan er plastic omheen doen, zodat het niet uitdroogt. En dat kan je ook hergebruiken, dus geen verspilling. Soms denk je dat iets gewoon wit is of dat de schaduw helemaal grijs is. Maar dat is meestal niet waar. Er zit een warme of gele gloed in en misschien zelfs een heel andere kleur. Je hoeft ook helemaal niet alle haren van het dier individueel te schilderen. Als je namelijk zacht met je kwast over het papier heen gaat, krijg je vanzelf haren. Dit is hoe mijn palet er ondertussen uitziet. Het is handig om bepaalde kleuren bij elkaar te mengen. Rood, oranje en geel bij elkaar. En aan de andere kant van je palet blauw, groen en grijs. Ververs je water vaak genoeg, anders wordt de kleur waarmee je mengt bruin. Een voor de hand liggende tip is, houd je werkplek opgeruimd en schoon, anders ga je knoeien. En ik spreek uit ervaring. Zorg er ook voor dat je je schilderij continu vergelijkt met de foto die je aan het naschilderen bent. Want als je kleine stukjes per keer vergelijkt, merk je snelle verschillen op.
Om je schilderij realistischer te maken is het belangrijk om highlights te gebruiken. Maar let op, niet alle highlights zijn wit. Meestal zit er een soort roze, blauwe, gelige gloed in. Wat ik graag doe is in bijvoorbeeld ogen echt donkere highlights. Bijvoorbeeld highlights, donkere highlights. Wat ik ook doe is bijvoorbeeld bij de ogen alleen daar zwart gebruiken op de donkerste plekken. Want dan zul je zien dat het echt een soort van diepte krijgt. Werk de randjes netjes af of schilder juist kleine haartjes. Ja, en je moet natuurlijk ook je spullen opruimen. Hier heb ik ook nog iets heel handigs voor uitgevonden. Zet je schoteltje met opgedroogde verf even onder water. En daarna haal je de verf er zo vanaf. Zorg goed voor je kwasten door ze schoon te krijgen met water tot er geen kleur meer uitkomt. Dan veeg je hem helemaal droog en om je kwast in een mooie vorm terug te krijgen kan je zeep gebruiken. Bewaar je kwast rechtop. Haal ook de harde verf van de dop af zodat hij weer goed dicht kan. Nu je schilderij eindelijk realistisch is, kan je je creativiteit gebruiken om het echt to the next level te brengen. Hierbij gebruik ik het liefst waterverf. Je echte hoofdschildering met acrylverf valt dan nog heel erg op. En waterverf kan je makkelijker licht maken, omdat het met water is, duh. En dan zie je echt dat het de achtergrond is. Dan kan je alle kleuren in elkaar over laten lopen. En dan wordt het een soort blurry. Maar let op, gebruik niet te veel water, anders gaat je papier heel erg bobbelen. Wat je hier tegen kan doen, is je schildering met tape vastplakken. En hierbij heb ik ook een tip. Ga eerst met tape tegen je broek aan, zodat er stofjes aan zitten. En daarna als je het van je schilderpapier afhaalt, trek je niet papier mee. Als je ook in je achtergrond details wil schilderen, moet je de eerste laag helemaal op laten drogen. Daarna kan je met minder water in je kleur de details schilderen. En daardoor krijg je ook weer in je achtergrond meer diepte, zonder dat de verf in elkaar overloopt. Oh nee, mijn papier is gebobbeld. Wat moet je doen? Oh nee, stress. Ik heb een tip. Wat je kan doen is je papier strijken. Maar ik heb dat nog nooit gedaan. En wat ik meestal doe is het tussen een heel zwaar boek leggen. En daarna was hij gewoon weer bijna helemaal recht. En nu is je schilderij eindelijk af. Dit waren mijn tips voor beginnende schilders. Ik hoop dat je er heel veel van hebt geleerd. Laat het gewoon in de comments weten als je nog een vraag hebt. Want dan kan ik die gewoon heel makkelijk beantwoorden. Als je het leuk vindt kan je deze video natuurlijk een like geven. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En je wil meer te weten komen over hoe je kan schilderen, tekenen. En eigenlijk heel veel andere dingen. Volg me ook op Instagram, daar ben ik net zoals hier te vinden onder de naam Kladblad. En tot de volgende keer. Bye!